Sarah is helemaal weg van teppen. Elke week gaat ze naar haar dansschool om weer nieuwe pasjes in te studeren. En om te oefenen voor het jaarlijkse optreden met haar tepklas. Twee meisjes in mijn klas die zaten op teppen. Het leek me wel leuk om ook op teppen te gaan. En toen ging ik een keer kijken. En kijken naar een les. En toen vond ik het heel leuk. En toen ging ik erop. Het leukste aan teppen vind ik dat alles gelijk gaat, de hele groep, zeg maar. En dat het meestal leuke muziek is, een beetje swingend. Soms maak ik zelf pasjes, bijvoorbeeld. En bijvoorbeeld in je twee pasjes, dan kan je die in elkaar verwerken, bijvoorbeeld zo. Ja, als ik met mijn vader aan het praten ben en ik doe een beetje een pasje, dan zegt hij wel eens van, jeetje, want dan ben ik net op teppen geweest en dan heb ik een leuk pasje geleerd en dan doe ik dat. Zegt hij wel eens, hou nou eens op, want nu word ik er eens gek van, weet je, dat zegt hij wel eens. Ik ben deze week naar een musical geweest, 42nd Street. En dat was een tap musical. Vond ik echt hele moeilijke, razendsnelle tappasjes. Dat vond ik echt het leukst. Maar ze deden ook het tappasje wat ik ook kon. Dat was wel grappig om dat te zien. Nee, ik wil het niet. Oh, ik wil het niet van beroep worden. Maar ik wil gewoon in mijn vrije tijd af en toe wat tippen.